Hallo, dag iedereen. Welkom terug bij een nieuwe video. Deze keer is het een pocket page. De achterkant van een andere pocket page, wat je zo net zag. Ik heb de kaartjes reeds gesneden. Deze komen uit grote vellen van de DLS Design Kit Enjoy. Dit quotekaartje heb ik al heel lang en ik weet echt eerlijk gezegd niet meer waar ik het vandaan heb. Aangezien de kaartjes ietsje te klein zijn voor de pockets, heb ik er een randje bij gehangen en onderaan de quotekaart heb ik een washi tape gebruikt. Ik gebruik voor de aankleding van de kaartjes papier uit de Basic Paper Pad. Dus ik heb een blauwe, een roze en een groene gekozen. En van het blauwe en het groene heb ik twee stroken voor op die witste, zal ik maar zeggen, kaartjes te hangen. Om mijn foto op te laten rusten. De foto's zelf van deze twee kaartjes heb ik al gemat op het roze streepjespapier. De andere foto's mat ik op dit blauwe papier. En nu kleed ik de kaartjes verder aan met strookjes, stukjes, restjes papier. Het hartje van op dit kaartje is al heel oud. Ik durf het niet te zeggen, maar het is uit een oude zomerkit. Ik vond het heel mooi en kijk, ooit komt dat toch eens van pas. Dan ben ik fier op mezelf dat ik iets oud heb kunnen gebruiken. Die vierkantjes zijn uit de Kit Enjoy zelf, als ook deze cirkels. Cirkels vind ik overal wel bij passen. Ik hou van cirkels. En deze hartjes komen ook uit de kit. Het voelt alsof het al lang geleden is dat ik labels heb gebruikt. En toch blijven die leuk om te gebruiken. Onderaan hang ik nog een sticker erbij. En dit zijn siliconen woordjes, woordstrookjes. In het, wat kleur is dat? Aqua? Er was eentje te lang en die heb ik dan in twee geknipt. Je mag gerust knippen in je embellishments. Er zijn twee stickervellen die bij de kit horen. Die woordstroken op stickervellen vind ik echt fantastisch. Dat gebruik ik eigenlijk altijd.
met mijn tapbons. Ik denk van weer Memory Keepers. Pons ik 3 tapjes om boven de kleine foto's aan te brengen. En ze zijn al vastgekleefd. Nog woordstickertjes, waarom niet? Daar past er nog een vlindertje en ben ik eventjes rond geweest met Distress Inked Black Suit, zodat het niet verdween in de achtergrond. En dit doe ik nu ook rond alle kaartjes. Tot slot nog enkele enamel dots hier en daar. Oh, was nog niet tot slot. Ik heb ook nog hartjes gebruikt. En dan kleef ik steeds de 2 kaartjes in dezelfde pocket op elkaar, zodanig dat ze niet verschuiven. En hij is al klaar. Dat was een vlugge. Oké, hier nog enkele detailfoto's. Hopelijk vonden jullie deze ook leuk. En tot de volgende keer. Daag!